We verminderen daarom de uitstoot van broeikasgassen en verplichten bedrijven om duurzaam te werken. Ja, ik vind het wel allemaal moeilijk hoor, wat je allemaal opnoemt. Ik begrijp gewoon de eerste twee woorden van de zin. De rest was ik van, wat? Een goed functionerende samenleving is een gemeenschappelijk fundament. Voor wie we moeten opkomen om te voorkomen. En een slecht huis, die uitbuiting gaan we stoppen. Oh, is dat geen makkelijke vraag, hè? Ik heb geen flauw idee wat ze bedoelen. Meer je het met elkaar eens bent over wat belangrijk is. Waarbij banen heel snel verdwijnen of er nieuwe banen opkomen waar we nog nooit eerder van hebben gehoord. En als er iets misgaat met bijvoorbeeld een uitkering aanvragen. Dat je de fabrieken voor belangrijke producten zoals medicijnen dicht bij huis wil maken. Er zijn te veel bedrijven in Nederland die zich niet aan de regels houden. De leraar veel meer de tijd heeft voor de leerling zelf. Hoe meer ze eenvoudigere, begrijpelijke taal voor ons allemaal doen, dat je ook veel meer mensen naar het stembureau gaan. Okay. Nu zien ze gewoon het belang er niet van in. Ja. Want het is allemaal bla 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 bla. En als je meer begrijpt wat ze zeggen, ga je er veel sneller naartoe. En dan kan je misschien ook veel doelgerichter op een partij stemmen.